heel mooi. Duur. Ik heb dit braletje nog even gepast. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze Pashokje Shoplog. In de maand mei ga ik mijn garderobe een update geven. Ik heb al mijn zomerkleren weer naar beneden gehaald en ik miste toch een paar items in mijn kledingkast. Dus het leek me leuk om die aan te vullen en jullie daarin mee te nemen. Er komt een Pashokje Shoplog vandaag dus. En nog twee andere soort video's met betrekking op winkelen. En aan het eind van mei ga ik ook een lookbook doen met alle items die ik in de hele maand heb gescoord. Leek me wel heel erg leuk, dus ik ben benieuwd of jullie dat ook leuk vinden. Doe dan vooral een duimpje omhoog. En dan gaan we nu beginnen met de Pashokje Shoplog. Oeps, ik ben nu bij de H&M. 12 dingen. We gaan het zien. Eerste broek. Leuk, maar ik heb deze al in het wit-blauw. Kijk, je ziet hier die rok, is niet mooi. Hier ben ik denk ik te lang voor. Het is te bloot. Kijk, dit is weer zo'n broek. Maar die is in ieder geval in het zwart, dat heb ik nog niet. Dus dat vind ik wel heel leuk. Chic ook. Ik heb nu deze rok aan. Heel mooi. Het overslagrok. Hij is €40, dus dat vind ik lastig. Dus... mooi strikje. Ja, ik ga hier even over nadenken, denk ik. Nu dit setje aan. Op zich wel leuk, maar ik heb een hoog pyjama gehalte. En de achterkant van dat broekje is heel erg doorschijnend. Ja. Dat rondje wel heel leuk. En dit paperback effect vind ik ook heel leuk. Ja, weet ik niet. Een jurk aan, maar die leek heel mooi, maar is een beetje te wijd en een beetje goedkoop. Ja, goedkoop, ja. Jammer. Ik heb dit braletje nog even gepast. Dat was heel mooi, maar die scheen door, dus vond ik niet zo heel leuk. Maar verder is die echt prachtig en zit het ook heel lekker. Voor nu dus alleen de zwarte broek. Raad eens waar we zijn. Vorige keer was ik ook hier. Sissy boy. Een jurk en twee broeken. Laten we kijken of het wat is. Deze broek. Is wel leuk. Maar duur. Deze broek is wel leuk. Hij is heel hoog water, dus dat vind ik niet mooi. Bij de Vera Moda een mooi basic shirt voor €13. Dat is wel een goede deal. En ik vond in de sale nog een heel leuk vest met leuke mouwen voor €17. Dat is wel chill. Ga ik even passen. Dit is hem. Ik vind hem wel geinig, denk ik. Leuke kleur ook. Ook in zo'n combinatie vind ik wel heel leuk. Misschien nog even een maatje groter kijken of ze dat hebben. Maar verder vind ik hem wel leuk. Uiteindelijk is dit wat ik heb gekocht. De strapless BH die op mijn lijstje stond. En daarbij heb ik ook nog een naadloos stringetje gekocht. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn en gaat vallen. Ja, geen idee eigenlijk. Dan ook de culot die ik bij H&M kocht. Die was echt maar €15 trouwens. Super goedkoop. En die stond ook op mijn lijstje. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ook kocht ik dit Perfect White Tee die ook op mijn lijstje stond. En het leuke is dat deze maar €13 was bij de Only. En dat was nu korting, dus uiteindelijk betaalde ik er €10 nog wat voor. Super goede deal. Dan iets wat niet op mijn lijstje stond, maar wat heel goedkoop is en super leuk, was die dat groene vest met die mouwen. Die vind ik wel heel erg leuk. Uiteindelijk heb ik een maatje groter genomen, zodat die net wat mooier. Maar die vind ik ook heel tof. Dus dit is uiteindelijk wat ik heb gekocht. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze Pashokje Shoplog te zien. Doe dan vooral een duimpje omhoog. En laat weten of ik die zwarte rok moet doen alsnog. Ik twijfel nog steeds. En ik ben nu thuis. Dus dat is geen goed teken. Abonneer je vooral als je benieuwd bent naar de volgende video's in deze maand. En dan spreek je snel weer.